Dag iedereen, hier zijn we terug met ons interview over materialen. De dagen worden korter, het weer wordt wat minder goed. Dus we moeten er ons op voorzien, zowel aan ons voeten als aan de rest. Maar ik denk dat Davy ons daar alles kan over vertellen. Goedemorgen, Davy. Dag Olivier, goedemorgen. Davy, ik heb juist even kort het onderwerp van vandaag aangehaald. Maar ik weet niet, we hebben het de vorige keer gehad over het probleem in Vietnam rond de schoenen. Of dat je daar misschien een heel kort een update kunt over geven. Ja, op zich is de situatie nog altijd niet veranderd. Dus naar productie toe liggen de fabrieken nog altijd stil. Wat we wel merken, dat de merken allemaal dezelfde beslissing aan het nemen zijn, dat is dat ze dus sowieso gaan starten met de verschillende kleurtjes eruit te halen. Dus het wordt, laten we zeggen, misschien wel een saai loopjaar volgend jaar als het op schoenen aankomt. Dus als er een schoen in productie zal gaan, zal het vooral allemaal in één kleur zijn in plaats van in 5, 6 kleurtjes per schoen. Dus al is zeker de enige update die we tot nu toe gehad hebben. Maar productie ligt helaas nog altijd stil. Ja, oké. Moest het bij de beperking van de kleuren blijven, dan denk ik dat er nog wat meer valt. En een goede schoen is toch een vuile schoen. Ja, voilà. Dus, dat blijft het belangrijkste. We zullen blij zien als we terug onze schoenen hebben. Ja, oké, prima. Goed, dank u wel. Ja, dan stel ik voor dat we het hebben over onze sokken en onze kledij. Vertel een keer. Inderdaad, goed. De volgorde, zoals hij die aanhaalt, sokken en kledij. Dus ik zal inderdaad ook beginnen met de sokken. Blijft het belangrijkste. Hè? Dus hetgene rond de voet. Sommige mensen hebben echt wel kouvoeten. Andere mensen hebben snel veel te warm. Maar niet alleen temperatuur is heel belangrijk in de keuze van bepaalde sokken. Hè? Dus sokken hebben vooral ook een technische functie. En dat wil ik vandaag toch nog een beetje toelichten. Ik heb mij beperkt tot één merk. Natuurlijk bestaan 1000 merken sokken. Maar ik heb één merk die toch heel veel technische soorten sokken maakt. En dat is Valken. Iedereen kent wel Valken, ook van de dagelijkse sokken, maar ook in het lopen. Als belangrijke eigenschap is vooral de materie waaruit een sok gemaakt is. Voor mij doorslaggevend. Een goede loopsok die bevat eigenlijk geen katoen. Dus katoen wat in quasi bijna alle kledijen verwerkt zit. Maar katoen houdt vocht op. Met als gevolg dat je dus rap natte voeten hebt, maar natte voeten of toch natte sokken, als daar wrijving mee gepaard komt, ja, dan heb je garanteerd blaren. Dus dat willen we zeker vermijden. Vandaar dat we een keuze maken in de technische sokken. Dus allemaal sokken zonder katoen. Er zit wat elastine in en zo verder, wat eventueel wat wol. Maar sokjes heb je in enerzijds de dunne sokken, de dikke sokken. Als ik een dunne sok ga bijnemen, kan je een keer om mijn hand insteken. Dat kunnen we al vrij snel gaan tonen. Een dunne sok kan je eigenlijk gaan doorkijken. Ik kan die proberen te tonen, maar die is lichtjes doorzichtig. Altijd in één stuk geweven, dus sowieso volledig naadloos. Om eigenlijk sowieso de wrijving te gaan vermijden. Zelfde sokjes heb ik in de klassieke sokken. Dat heb ik in de Flow meegebracht, aanleunend op het thema van vorig jaar. Een algemene allround bij Valken noemt dat dan de RU4 sok. Die heeft al een iets comfortabeler voetbed. Dan ga je zien dat hun onderkant anders geweven is dan de bovenkant. De bovenkant, terug, zeer, zeer vochtregulierend. Er staat iemand aan de deur. We gaan even laten. Die is op zich nog altijd doorzichtig, maar de onderkant die is eigenlijk in 2 of 3 laagjes gestikt om wat meer comfort te gaan hebben onderaan de voet. Sommige merken noemen het als cushion, dus extra demping. Maar het is vooral vochtregulierend om eigenlijk de warmte of binnen te houden en het ontwikkelde zweet aan de voet te gaan afdrijven naar buiten toe. Ja. Heb dat in een korte versie, heb dat in een lange versie. In de volgende fase kunnen we dan gaan kiezen om eventuele sokjes, zoals zeker voor de dames nu, met wol te gaan hebben. Wol mogen we niet als de klassieke wol, maar dan vooral als de merino wol. Merino wol heeft 2 zeer belangrijke kenmerken. Dat is enerzijds geen geurtjes. Ik denk dat dat een van de belangrijkste kenmerken is voor sommige mensen. Merino wol neemt eigenlijk niets vast van geurtjes, dus mensen met zweetvoetjes. Anderzijds is het de beste soort wol om warmte vast te houden. Je gaat er niet overdreven warm in hebben, maar je gaat er ook geen kou in hebben. Dus het is vooral om de warmte van de lichaamstemperatuur binnen de sok of binnen de voet te gaan houden. Hè. Dat is ook zo met t-shirtjes en merinowol of van die looptruitjes met merinowol. Het is vooral om eigenlijk de warmte van het lichaam beter te gaan regelen. Ivy, en
Is dat dan ook een sok die misschien minder geschikt is om in de zomer mee te lopen? Als je sowieso al op een warme asfalt loopt of zo? Voilà. Eigenlijk niet. Het is niet omdat er het woordje wol klinkt altijd als zeer warm of zeer dik, maar doordat het enorm warmte gaat reguleren, kan het ook in zeer warme omstandigheden, kan ook merino wol extra aangenaam zijn. Ja. Gewoon omdat het afgaat van de lichaamstemperatuur. Als je wat extra zweet, gaat ook het vocht beter getranspireerd worden naar buiten toe, waardoor dat de voet toch perfect droog kan blijven. Ja, oké. Okay. Ja. Als je in de zomer, als het zeer warm is, en draagt een gewone t-shirt, of je draagt een t-shirt met wat merinowol in, dan ga je veel minder snel zweten in die t-shirt met merinowol. Ja, oké. Okay. Dat is ook met de sokken zo. Goed, dan kunnen we nog eigenlijk iets technischer gaan. Bij Valken hebben ze ook een lijn, wat we meer en meer wel naar voren zien komen, is eigenlijk sokken met stabilisatiefuncties. Dat is een groot verschil met compressiekousen, maar de stabilizing is meestal gekenmerkt maar wat kleurtjes, vooral rond die enkel, is een sok die de, zoals ik zo pas zei, de enkel gaat grijpen. Dus eigenlijk ja, wat extra stabilisatie geven aan het voetgewricht. En is dat, wat dat we zien, is dat wat we zien, Davy, bij de sok die je juist getoond hebt, dat de hiel eigenlijk uitgesproken apart zit? Want bij een gewone sok is dat eigenlijk, ja... Ja, dus eigenlijk als je naar die vorm van die sok kijkt, heel veel zie je die sokken inderdaad met die hiel die dat zo'n klein beetje uitzit. Maar het is vooral door de structuur die hem hier ter hoogte van de enkel links en rechts gaat samentrekken, dat hij eigenlijk, als hij uit de was komt, dat hij eigenlijk die uitgesproken heel heeft. Voor de rest heeft dat dezelfde kenmerken, bovenaan extra cushionbed, onderaan, bij valk, moet je zien aan die lijntjes, maar vooral aan de enkel zit hij strak. Beetje vergelijkbaar met de compressies ook, maar comfortabel. Het is geen compressie, het is puur stabilisatie aan de enkel. Grip, we hebben het al over wrijving gehad. Maar het is ook zo dat je dus sokken hebt met extra grip erin. Hier kun je zien van allemaal bolletjes die puur onderaan de zool van die voet zitten. Dus mensen die de neiging hebben om wat te wrijven in een schoen, vooral in wandelschoenen of op langere afstand, dan zitten daar van die kleine, kleine siliconen bolletjes op, nopjes, om eigenlijk ja, die voet perfect op zijn plaats te houden, zeker naar lange afstand toe. En dat is, die sokken zijn bij Valken steeds gecombineerd met een stukje compressie en stabilizing. Dus het is gewoon nog een niveautje erboven, puur naar die grip toe. Last but not least, heb ik er nog eentje bijgehaald. Iets die veel mensen niet kennen, maar ja, puur een medische sok. En dan spreken we terug niet over compressiesokken, maar over de Achillessokken. Dus een sok voor mensen die ja, klachten hebben aan de Achillespees. Ik ga hem hier binnenste buiten doen. En dan zie je eigenlijk de achterkant, dat die eigenlijk allemaal kleine nopjes zitten heeft. Mm-hmm. Dus puur allemaal triggerpuntjes die op die Achillespees zitten. Dus die sok, als je die aandoet, heb je twee stroken aan de achterkant die perfect rond die Achillespees zitten. En waar dat we dan ja, kleine triggertjes hebben om een betere doorbloeding aan die Achillespees te hebben. Ja, oké. Okay. Ja. Nu, wat ik ook zie op veel sokken, is dat er echt wel een linker en een rechter sok bestaat. Nu, ik denk bij de gewone sokken die we dragen, als we niet lopen, ja, trekken we ons dan niet aan. En dan is links en rechts is links, maar niet zoveel uit. Inderdaad, de resten en de linksen. Dat heeft puur te maken met de vorm van de tenen. Nee. Als je naar rechts kijkt, de grote teen zit uiteraard van de rechtervoet aan de binnenkant, dan ga je daar ook meer ruimte hebben. En omdat ze die sokken vooral naadloos willen stekken, gaan ze die dan toch zoveel mogelijk proberen in de vorm van de voet te maken. En vandaar is een onderscheid maken tussen links en rechts. Dus het is wel degelijk belangrijk dat we inderdaad de linker sok aan onze linkervoet aantrekken en de rechter aan onze rechtervoet. Iets wat, ja, absoluut. Dat we bij een gewone kous niet naar kijken. Hè? Als we een gewone kous dragen, dan is links en rechts eigenlijk hetzelfde. Maar bij de loopkousen is dat wel degelijk belangrijk dat we ze aan de juiste voet aantrekken. Ja, het gaat hem puur over de sok zo kunnen dubbel kruipen. En een sok die dubbel kruipt, gaat gegarandeerd blaren geven. Ja, nu je hebt daar het voorbeeldje. Je hebt van die hele korte sokjes die niet meer moeten boven je schoen uitkomen. Je hebt dat die wat langer zijn. Heeft dat een bepaald voordeel of een bepaald nadeel? Nee, eigenlijk niet. Dat is puur persoonlijke voorkeur. Je hebt inderdaad de no-shows die dan helemaal net in de schoen zitten. Als dat de correcte sok is die aangemeten is op de voet, dan gaat die mooi blijven zitten op zijn plaats. Dan heb je de enkele sokjes, dus de midsokjes, die net boven de enkel komen, of dan de iets hogere sokken. Dat scheelde 5 centimeter.
Maar ik denk dat het belangrijk is dat je de juiste maat neemt. Ja, maar de grandiositeit maakt dat geen verschil. Nee. En maat zou ik altijd, zeker bij Falcato of bij een goed loopsokmerk, eerder naar een maatje kleiner gaan dan naar de schoenmaat. Want dat is een groot verschil. Ja. De sok die zit rond de voet. Ja, als je maat 42 hebt, neem de snoots in de sokken maat 41, 42. Maar als je schoen 44 is, ga daar zeker niet op af. Want dan ga je dat sokken veel te groot zijn. Ja, dan krijg je een plooikje terwijl je aan het lopen bent. En dan, ja. Dan is het verloren. Ja. Oké, ik denk dat dat zeer interessante tips zijn voor sokken. En toch een zeer zwaar onderschat kledingstuk. Hè? Want uiteindelijk, dat je zei in het begin, het gaat wel over je voeten. Hè? En dat is toch uw belangrijkste tool tijdens het lopen. Hè? Ja, absoluut. Comfort aan de voeten is uiterst belangrijk. En zeker ook dat droog houden is super belangrijk, zeker op lange afstanden. Oké, prima. Verder heb je nog wat tips misschien rond hoe dat we ons best kleden als we nu deze dagen de deur uitgaan om een toertje te lopen? Ja, klopt. De temperaturen die gaan nu. Ja, we hebben al koude dagen gehad, we hebben al nu terug wat warmere dagen. Dat is wel moeilijk om te gaan kiezen wat moet je juist aantrekken. Los van de fluo-materialen, maar ik denk dat het zeer belangrijk is om zoveel mogelijk met laagjes te werken. Eigenlijk moet je twee laagjes, is de ideale combinatie, maar het start altijd met de eerste laag. Dat is de meest belangrijke laag, hetgene die je vlak op de huid draagt, met een thermisch truitje. Als dat nu, zoals vandaag, 13, 14 graden is morgens, dan kan je eventueel een zomerthermisch truitje aandoen. Met eventueel een windstoppertje erboven. Wordt dat wat kouder, dan verander je dat thermisch truitje door eentje die iets dikker is. Korte mouw, lange mouw, datzelfde kiezen. Opnieuw met de windstoppertje erboven. Is er geen wind of heb je liever inderdaad het gevoel van de wind, dan kan je nog altijd naar een truitje gaan. Een truitje met lange mouwen of een t-shirtje erboven. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste blijft die thermische truitjes. We kunnen daar rustig een keer een speciaal, want daar kunnen we heel veel uitleg over geven. Maar zeker na de winter toe, van wat doen we dan exact? Hoeveel laagjes doe je? Twee, doe je drie laagjes aan? Dat kunnen we heel specifiek zijn, maar ik denk dat zeer, zeer persoonlijk is. Ja, misschien ook collega's. Eigenlijk moet je, ik vind het belangrijkste puntje om te weten: ben ik goed gekleed? Is als je buiten komt, moet je fris hebben. Ja. Je mag je niet binnen kleden om warm genoeg te hebben, want je lichaamstemperatuur die gaat je kledij toch opwarmen, die moet binnen de kledij blijven. Maar het mag niet te warm worden. Dus als je al warm hebt voordat je vertrekt, dan hebben ze 9 op 10 te dik gekleed. Ja. Nu, voor die technische, thermische truitjes die je dan draagt, zijn die dan in katoen of ook net niet? Om je warm te houden of om het vocht ook door te laten? Nee, absoluut. Helemaal geen katoen. Eigenlijk, in loopkledij, dan kan je eigenlijk geen katoen hebben. Nee, om jezelf droog te houden. Ja, ja, voilà. Het katoen transpireert niet. Het katoen gaat geen vocht afdrijven, wat net het belangrijkste feature is aan technische sportkleding. Ja, oké, dat is duidelijk. Geen katoen. Maar misschien wel eventueel truitjes zoeken met die wol, waar je het juist over had. Ja, merino wol is zeker een optie. Eerder in de winter vind ik dat zelf als t-shirtjes. Tenzij dat in de zomer is, als je enkel een t-shirt draagt. In mensen die de ene is er wel gevoeliger aan dan de andere om inderdaad wat zweetgeurtjes af te geven. Dan is voor die mensen zeker een merino wol t-shirtje in de zomer zeker aangewezen. Maar naar de winter toe, als je inderdaad naar een thermisch truitje gaat, dan heb je de optie om dat met merino wol. Het zal net iets duurder zijn. Ik denk dat we richting 80 euro moeten rekenen voor een thermisch truitje met merino wol. Dat is altijd de meerwaarde. Dat ga je nooit te koud, nooit te warm hebben. Eigenlijk na 1 kilometer hebben we een goede referentie, kan je net iets te warm krijgen, maar na 2 kilometer dan moet je het gevoel hebben, het is toch perfect. Ja, oké, dat is wel misschien een goed truitje voor als je zegt, kijk, ik ga nu op mijn wedstrijd of ik ga op mijn lange duurtraining, dat je toch comfortabel voilà. Want zeker op lange duurtraining, als je 2-3 uur gaat gaan lopen, dan wil je niet plots met een natte t-shirt zitten. Als er dan een wind inkomt, dan ga je kou vatten, dan krijg je kou tijdens lopen of zo. Nee, die kledij die moet eigenlijk gedurende de hele training dezelfde temperatuur kunnen aanhouden. Ja. Een referentie misschien om te weten, als je thermisch truitje goed is, als je die wast, dan moet die eigenlijk droog uit de wasmachine komen. Ja, oké. Ah, dat is inderdaad een goede tip. Als die echt nat is en je kunt die bij jou niet eens uitspreken, of moet die nog een uur in de droogkast steken of uithangen, dan heb je eigenlijk geen goede kwalitatieve thermische ondertrui. Ja, oké. Dat is
een zeer makkelijke, maar belangrijke tip. Hè, om het met sokken is juist hetzelfde. Ja, oké. Dus sokken moeten eigenlijk ook droog uit de wasmachine komen. En dan hebben we goede sokken vast. Ja, oké. Ze stoppen geen vocht op. Ja, oké. Ik denk dat dat hele mooie tips zijn. Dat we nu toch de koudere maanden weer in kunnen. Hè. Bedankt daarvoor, Davy. Met plezier. Voor de handige tips. De volgende keer horen we misschien, als er nog een evolutie is in Vietnam rond de schoenen. En sowieso. Dan komen we sowieso terug met een aantal andere onderwerpen. Perfect, Olivier. Goed, bedankt, Davy. Tot later. Ja, dat lukt. Bye.